Tot er niet gebeuren dat er dan nog eentje gaat vallen. Voorzetten is daar. Daar is Van de Beek. Ja hoor, daar is hij gewoon. Zijn derde en de vijfde van de treffers. Boy van de Beek verruilde halverwege het seizoen Achilles voor de treffers. En sindsdien lijkt hij helemaal los. De 24-jarige middenvelder is direct betrokken bij 9 goals in 11 duels. En dat is een veel hoger rendement dan hij als aanvoerder bij Achilles had. Zijn statistieken over die twee perioden bij elkaar opgeteld, is hij zelfs de koning van de assist in de tweede divisie. 8 van deze 10 voorzetten leverde hij af uit dode spelmomenten. Opvallend aan Van de Beek tegen Katwijk was dat hij het vaakst balverlies leed, de laagste paasnauwkeurigheid had, maar wel een hoofdrol vervulde. Ook de koploper had namelijk geen antwoord op zijn messcherpe voorzetten. Tevens creëerde Van de Beek de meeste kansen voor de thuisclub. Bovendien is Van de Beek iemand die de mouwen wel kan opstropen. Tegen Katwijk won hij 9 van zijn 10 duels, meer dan elke andere speler op het veld. Je kunt Boy van de Beek een overloper noemen, maar hij voetbalt alsof hij bij de treffers juist is thuisgekomen.